in de wereld, is het geen slecht idee om de veiligheid van je bestemming een beetje in de gaten te houden. Of het nu zakelijk is of voor vrije tijd. Die vakantie, een goede risico-inschatting van waar je heen vliegt, kan natuurlijk geen kwaad. Maar mensen doen dat vaak niet. Met die waarschuwing komt Erik Schouten. Hij is voormalig medewerker van de AIVD en directeur van Security Intelligence Bureau Diami. Meneer Schouten, goedemorgen. Goedemorgen. Van waar deze waarschuwing nu? Gaan wij zo slecht voorbereid op reis allemaal? Ja, het is wel interessant deze vraagstelling. Want Nederlanders zijn over het algemeen niet goed voorbereid als zij op reis gaan. Zij geloven het wel. En dan zie je dus ook vaak dat zij die voorbereidingsmaatregelen ook niet treffen. Ze lezen vaak het reisadvies niet eens van Buitenlandse Zaken. Want er gebeurt toch niks. Hè? Dat is een beetje het mantra. Maar als je naar Zuid-Frankrijk gaat of naar Italië toe, moet je dan echt naar nederlandwereldwijd.nl en het reisadvies voor Zuid-Frankrijk op gaan zoeken? Is dat echt zo belangrijk? Nou, tegenwoordig zou ik dat zeker wel doen. En al helemaal in de tijd van grote veranderingen en ook interne crisissen is het wel handig om te weten wat er in een land speelt. Ik heb nu al wat mensen gesproken, ook zakelijk gezien, die eigenlijk overvallen waren door alle rellen in het United Kingdom. En daar ook in terecht zijn gekomen, bijvoorbeeld. Dus zou ik een beetje het nieuws moeten volgen dan, zou je denken. Ja. Wat kunnen mensen concreet doen dan, naast een reisadvies opzoeken? Wat zouden we wel moeten doen? Nou kijk, als jij privé reist, dan is het heel goed om Buitenlandse Zaken, de website in de gaten te houden, hè, en de reisadviezen te lezen. Nou, en natuurlijk is het altijd goed als je op vakantie gaat om je goed voor te bereiden, zeg ik dan. Maar zakelijk heb je een hele andere uitdaging. Hè. Het bedrijf heeft een zorgplicht voor je. Dus zo'n bedrijf, het bedrijfsleven, moet een travel risk management programma hebben. En eigenlijk is de eerste vraag, wie is er verantwoordelijk voor je reis? Wie bepaalt het reisbeleid? Bij wie kan je als medewerker terecht met vragen over die veiligheid? En ben je genoeg getraind? En dat is vaak niet aanwezig binnen het bedrijfsleven. Je ziet het wel bij organisaties, hè, zoals Philips en Heineken. Die hebben een groot travel risk management programma. Daar worden mensen echt getraind. Ze krijgen reisadviezen mee. Maar als ik naar andere bedrijven kijk in Nederland, dan is dat vaak niet aanwezig. Nee, in Amerika doen ze het wel. Hè. Dat is inderdaad is het vrij gebruikelijk om zo'n risicoanalyse te maken en ook te delen met de mensen die je de straat opstuurt. Toch eventjes, ik vraag me af, waarom komt u nu juist nu met deze waarschuwing? Nou, ik kom eigenlijk al heel lang met deze waarschuwingen. Okay. Waarschuwingen. Maar je ziet heel vaak dat er toch wordt weggekeken door managers, mm-hmm. door management. Want veiligheid kost geld en zolang er niks gebeurt, ja, dan hoef je er ook niet in te investeren, zeg maar. Dat is een beetje het mantra vaak ook in Nederland met veiligheid en inlichtingen. Ja. Ja. Totdat het fout gaat en dan heb je reputatieschade. Mm-hmm. Naast loss of life of leed van mensen zelf. Ja, even een ding. Hier heb je een mooi voorbeeld. We vliegen met Malaysia Airlines richting Maleisië. En we worden boven Oekraïne worden we neergehaald door een poekraket. Ja, daar kan je toch niet echt op voorbereiden, zou je zeggen. Het is een heel zuur voorbeeld, maar dat is wel het verhaal, hè? Ja, het is een heel zuur voorbeeld. Maar toch kan je daar wel een voorbereiding op doen. Want wat je nu heel vaak ziet is, een reis wordt geboekt en dan legt men dat in de handen van het reisbureau. Ja. Of men regelt het zelf via een ticket, via online. Mm-hmm. Maar dan kijkt men eigenlijk helemaal niet met welke maatschappij vlieg ik en hoe is die maatschappij bezig met het veiligheidsbeleid. Mm. Want er zijn ook heel veel maatschappijen die dat gewoon niet op orde hebben. Of dat pretenderen op orde te hebben, maar nog steeds over gebieden vliegen waar je niet moet vliegen. Mm. En dus is het mantra ook voor die particuliere reiziger, niet alleen voor die bedrijven, maar die particulier, kijk nou eens eventjes wat er gebeurt en kijk op de site van Buitenlandse Zaken, leer je daar dan alles? Ook over zo'n luchtvaartmaatschappij? Nee. Nou, helaas leer je niet alles op de site van Buitenlandse Zaken, want die site is ook heel vaak out of date. Mm. Hè? Dus als burger ben je toch al afhankelijk van je eigen nieuwsgierigheid, zeg ik dan. Ja. Maar voor het bedrijfsleven zijn er echt wel mogelijkheden. Hè? Je hebt bedrijven zoals die van ons, maar ook andere bedrijven die je daarbij kunnen helpen. Ja. En je ook echt op maat gemaakte reisadviezen geven. Duidelijk, dank. Veiligheidsadviseur Erik Schouten, directeur van Security Intelligence Bureau Diami.